Hey, mag ik u wat vragen? Kijk u daar even bij die sexshop Eros even naar binnen, hè? Koopt u daar ook wel eens wat? Nee. Het is alleen maar om te kijken. Nee, je kijkt daar ook niet. Bedankt. Maar wat vindt u nou van zo'n sexshop Eros? Ja, het hoort bij de gemeenschap. Ik kan er ook niks aan doen. Het is tegenwoordig... Ja. Wat moet ik ervan zeggen dan? Binnen bij die winkel. Mag dat? Toen daar ook? Ja. Hij zegt dat het niet mag. Wie? Nou, die man die daarin staat. Waarom? En hoe vind je dat? Wat? Die winkel? Ik vind het wel hoog. Ja, bedankt. Met een broosjes, geloof ik. Ja, het is hem. Nou, ik stap hem nooit binnen. Oh, het is een leuke kerel. Je komt niet thuis in. Je wordt meteen hard gegooid. Kijk hier wel eens naar links. Nou, ik loop gewoon. Ik ga niet echt expres gaan staan kijken. Vind je dat niks, zo'n winkel? Vind je daarvan dat zo'n winkel hier zomaar staat? Ja, dat moeten ze zelf weten. Ik bedoel, als er mensen zijn niet dat... Ik vind het zelf niks, hoor. Bedankt. Sexshop Eros, 15 jaar. Zo'n sexshop heeft een eigenaar en die eigenaar die staat hier naast me. Die eigenaar, zal ik even zijn naam precies vragen. Mijn naam is Rob Roosjes. Waarom is zo'n winkel er? Het is toch een bepaalde behoefte voorzien. Hoe lang, die winkel hier bestaat 15 jaar. Hoe is dat dan begonnen? Nou, ik heb dus eerst een poosje bij mijn zwager in Amsterdam gestaan. En omdat hier in Hoorn het gebied helemaal niks was, maar op basis daarvan, omdat ik al mijn papier had gehaald wat nodig is voor een zaak te beginnen, zeiden we ook, nou, laat eens kijken of dat gaat lukken. En de start was heel matig, maar zo langzaam uitgebouwd. En dus toch tot nog toe goed gelukt. Komt u ook wel eens in problemen met bepaalde mensen die vinden dat eigenlijk zo'n winkel niet hoort? Want die mensen die zijn er natuurlijk heel duidelijk. Ja, die heb je natuurlijk. Ik heb wel een voorbeeldje, daar of ik denk 4, 5 jaar terug. Was er een vrouw die kwam binnen, die zei, ik zal een beetje in het beeld gaan staan. Die zei van, dit vind ik vreselijk, dit vind ik vies, vind ik smerig. En die pakte een blad, die verscheurde ze. Ze zegt, hier. Nou, ze pakte de portemonnee uit de tas vandaan en die, ze legde 15 gulden neer. En ze zegt, ik vind het een rotzaak. Maar ze verscheurde het blad, wat vanavond, want ze had het betaald. Wat vind je daar zelf van? Is het vies en smerig? Ik bedoel, ik zie het op mijn manier als handel. Je hebt een x-aantal mensen die houdt van die fases, anderen van andere fases. Ik moet zorgen dat ik het in huis heb voor de klanten. Hoe eenzijdig is zo'n winkel of hoe meerzijdig eigenlijk? Het is natuurlijk eenzijdig. Het is gericht alles wat met seks heeft te maken, op wat voor manier dan ook. Dus dat kan je eenzijdig noemen. Kijken jullie nog naar bepaalde mensen die binnenkomen, leeftijdsgroepen? Ja, als ze te jong zijn dan gaan ze eruit. Maar als ze voor condooms komen of wat dan ook, die krijgen ze altijd. Hey. Dan zie ik mensen hier langs lopen en dan zeggen ze van ja, hier hebben ze van die worsten en daar hebben ze ook van die worsten. Wat zeggen jullie dan? Nou, daar heb je weinig op te vellen. We hebben hier worst, maar ja, wat voor worst willen ze eigenlijk hebben? Daar gaat het om, bij de meeste vrouwen die te vragen. Wat vind je van die winkel daar hier zo tegenover? Ik vind het wel lekker. En jij? Ik vind het allerbeste. Ik door de stad in, dan kijk ik zo links en rechts in de etalage. Dan loop je hier door en je kijkt die kant op, hè? Ja, als je dat doet, dan zitten er ook mensen die zeggen van, hé, hey, lekker kijken. Hè? Wat vind je er zelf van? Nou, ik vind dat het normaal mag zijn. Ja, ik vind dat je wel normaal mag kijken daar. Die winkel, die Eros, die bestaat 15 jaar. Hey, nou bestaat wel eens meer 15 jaar grote feesten. Maar is dat ook niet speciaal voor jou dat je zegt van, nou, dat vind ik echt fijn dat die winkel 15 jaar bestaat? De Ethos? Ethos? Nee, Eros. Die is wat ietsje anders. Die is seksje op hier, wist je dat niet? Oh, is dat Eros? Ja, dat is klasse, man. Die mag je wel blijven, hoor. Hey. Hoeveel mensen denk je dat er echt baat mee hebben? Veel of weinig? Een heleboel, ja. En jij? Ja, het zal veel zijn. Doet u niks? Vindt u dat het nodig is? Ergens niet, ja, niet, hier niet. Hier niet. Hoe bedoelt u hier niet? Nou ja, een beetje meer achteraf, dacht ik. Oké, okay, bedankt. Ja. Er zijn altijd klanten die graag willen, dus... Ja. Kijk je daar wel eens naar binnen, stiekem? Nou, dat niet. Dat niet? Nee. Kijk je vol bewust naar binnen? Nou, ook niet. Waarom niet? Je kijkt toch wel...
Nou, sommige mensen vinden dat het eigenlijk net zo normaal is om een goede condoom te kopen als schoenen. Nou, ga mij maar schoenen. Oké, bedankt. Ja. Komt hij uit Horen? Ja. Doet hij vaker boodschappen in Horen? Altijd, ja. Hey, nou, hier is gewoon zo'n winkel met van kleren. En dan verderop is zo'n winkel, zo'n seksshop, hè? Maar daar verderop, Eros 15 jaar, hè? Zo'n seksshop. Wat vindt u daar nou van? Nou, nee hoor. Ik ben maar niet jong meer. Nee. Nee, helemaal niet. Bedankt. Jonge lui vragen hoor. Koopt u wel spullen bij Eros? Hé? Koopt u wel spullen daar bij het winkeltje daar, met die gele vlaggetjes? Nee. Mijn tijd geweest. Maar mijn tijd geweest. Oh, dat is porno. Mijn... Ja, ik ken hem best, die broosjes hoor. Oh, god, al je eigen. Oh, best pittig, jongen, even goed hoor. Komt u daar wel eens wat? Weet ik niet, natuurlijk. Wij zijn alle. Hij is jou, nee. 283 en ik ben zo 81. Ja. Ze maken gewoon niks. Ze kennen van mij gerust en zo. Je gaan kale wijven voor me, dat doet me niks. Oh. Gisteravond die film gezien van die bevalling. Nee? Ja, ik zou het zelf ook wel kennen. Ik heb zelf 10 kinderen gehad. Dus, nou, dat red ik zelf ook wel. Zeg joh, hoort deze tijd, maar niet voor mij. Nee, komt het op tv? Wat verkoop je nou ongeveer? Nou, dat kun je zo 1, 2, 3 niet zeggen. Je hebt dus diverse. De ene week verkoop je wat meer bladen, de andere week verhuur je weer iets meer banden. Je verhuurt wat films, het is heel verschillend. Zullen we daar eens wat dingen gaan bekijken? Nou, dat kunnen we doen. Ik zal, moet je wel eerst je ogen even dicht doen, ja. Want anders schrik je zo erg. Oké. Wat dingen bekijken. Dan zie ik daar direct over allemaal boekjes staan, hè? Ja. Waar komen die boekjes vandaan? Waar komen de boekjes vandaan? Bij de groothandel, hè? De groothandel, is dat een Nederlandse groothandel of is dat vrij internationale aangelegenheid? Het is, het komt overal wel vandaan, Amerika. Maar de groothandels waar wij het van betrekken is gewoon hier vandaan, Nederland. Nou, hij is de laatste maanden nogal wat te doen geweest omtrent kinderpornografie. Kunt u me daar wat over vertellen? Nou, daar kan ik je wel wat over vertellen, maar niet laten zien, want dat hebben wij dus niet. Maar dat is gewoon een heel, heel zeer jong publiek. Nou, dat is, ben ik persoonlijk ook op tegen, dat is niet goed. U bent ongetwijfeld wel benaderd om dat spul te gaan verkopen, denk ik. Nou, je had dus tot zeg maar 2-3 jaar terug, was het gewoon alle groothandels, daar lag het gewoon. Alleen het laatste jaar hebben ze een schrijven gehad, een jaar terug of zo, dat het weg moest. En op die basis, degene die het niet weggedaan heeft, die heeft dus, nou dat had je kunnen lezen in de, hoe heet het, diverse kranten, zeg maar, nou, dat de processen lopen. Rotterdam is weer een andere uitspraak als Amsterdam. Maar het is dus, het is gewoon de wereld uit, hè, ze willen het helemaal weg hebben. Er zijn natuurlijk ook vrouwen die daar tegen protesteren. Dat zei u net over die ene vrouw die dat verscheurde. En als ik hier rondkijk, zie ik inderdaad voornamelijk ook foto's van vrouwen en dan stel ik me direct voor, komen hier dan ook voornamelijk mannen om spullen te kopen en verandert dat ook? Misschien dat het dat andersom. Hè? Als je dus, ik noem maar wat, ja, ik ga even die kant op. Als je, zo is het nou eens Vaderdag, nou als er dus een, ze hiervoor komen, ja. Dan komen ze dus de vrouw binnen om wat, ja. Om wat te kopen. Dus er komen ook vrouwen binnen, dat is helemaal geen punt. Maar ja, dan kom ik toch. Het merendeel is gewoon mannen, dat is ook... En hoe komt dat? Nou, omdat vraag ik de vrouw heb geen zin, dat ze zegt, nou haal jij het maar wat we nodig hebben. Kijk, ik zie eigenlijk hier vrouwen van die losse blaadjes eigenlijk allemaal. Zijn er ook dikke boeken, als ik koop die echt goede boeken is, is er een echt goed verschil tussen niveau ook nog? Nou, dat is toch net wat je zelf leuk vindt of niet leuk vindt. Maar als je hier hebt, ik weet niet of je hem in de pixie kan pakken.
Dat is bijvoorbeeld, dat kan je noemen encyclopedie. Er is dus bepaalde houdingen, standen. Dat is dus... Dat heb ik hier genezen, een hele mooie. Maar je hebt dus gewoon diverse... Dit is dan weer... Maar dat is ook heel uitgebreid. Sommige mensen willen exact weten wat ze doen en waarom ze doen. En op de manier ook. Denkt u dat er nog bij een hoop mensen die niet geweest zijn, die denken dat ze alles al weten, dat ze juist nog lang niet alles weten? Nou ja, wat is alles weten? Ja, alles weten inderdaad, over standen, over hoe je het kan doen. Want daar praten we toch eigenlijk over. De een zal zijn hele leven één stand houden en de ander die wil elke dag een andere stand. Dat is toch het individu en het mens. Wat voor hulpmaterialen zijn er dan zoal te koop? Want dat is hier natuurlijk ook het geval. Nou, alles wat je kan denken wat aan het menselijk lichaam zit, dat is er ook in de vorm van, noem het maar een prothese, een kunstpenis, kunstvagina's, alles. Is de... Om het genot te verhogen, dat zit er ook allemaal erop en eraan. Dit is nou bijvoorbeeld de mannenhoek, zoals je net zei. Wat houdt het in? Ja. Ja, dat zijn gewoon wat diverse homoblaadjes. Je hebt maandbladen, je hebt twee maandelijkse bladen. En je hebt ook dus alleen fotobladen waar dus hele goede opnames op staan. Waar ze dus gewoon zeggen, nou die vind ik leuk, die wil ik hebben. Of ik vind de gevleid anders, ook weer wisselend. En je hebt ook zeg maar, het leer. Sommige, je hebt bepaalde sierringen, die schuiven ze over de penis heen, over de kop van de eikel. En de rest over de restant. En die heb je ook in rubber of in ijzer. En je hebt diverse spuiten die gebruikt kunnen worden. Is er nog wat te verdienen in deze branche? Nou, net wat je zegt, er is nog wat te verdienen. Maar het is al erg teruggelopen de laatste tijd. Omdat je dus, je hebt onder andere een spreidingsgebied. Vroeger had je dus, als je de bepaalde bladen had, nou die vond je alleen in een seksshop. Maar nou zit je in elke boekhandel, elke kiosk. Dus het is net als vergelijkend met een sigaretten. Die kan je dus, vroeger had je een sigarettenshop. Is voorbij, is overal te kopen. Dus bij dit soort werk ook. Nu zie je hier ook nog allemaal poppen staan, hè? Maar gewoon naakte poppen, die kun je toch ook bij V&D kopen? Ja, die heb je er ook, maar ja, die kun je niet zo mooi opblazen, deze. En nou, in diverse kleuren, haarkleuren of huidtint. Het is zittend, liggend en ook bewegende ogen. De hele toestand zit eraan. Bijvoorbeeld, zo, als je deze neemt, de Love Doll. Dan zie je wel een sluitse oog en het leeft wel sneeuwwitje. Dus, ja. Houd het goed in de picture. Is dat nieuw? Ik bedoel, is dat toch ongetwijfeld een ontwikkeling van oude van seksboekjes? Die zijn er al zo lang. Maar videofilms, zoals we dat net gezien hebben, van die poppen, dat is nieuw. Is er misschien nog meer nieuws op de markt? Is er nog een bepaalde ontwikkeling? En die komende 15 jaar die ik u dan toewens. Gaat er dan ook nog wat gebeuren wat dat betreft, dat er nieuw materiaal komt? Nou, ze proberen het steeds te verbeteren. Als je nou, ik noem wat, een kunstvagina of een penis of wat anders. Het materiaal wordt steeds duurzamer. Normaal dan moesten ze zeggen, jaarom kopen we weer eens wat anders. Maar dit wat ze nu hebben, dat rubber, dat is gewoon steeds beter. En de prijs wordt heel typisch genoeg, soms nog goedkoper, heel typisch. Ten slotte nog één vraag. Ja. Hebben buiten gevraagd aan mensen van wat ze ervan vonden, weet je, van zo'n winkel. Niet echt veel mensen die gaan echt naar binnen. En er zijn mensen tegen en zo. Ik weet zeker dat het tegen mij straks gezegd wordt van je bent daar naar binnen geweest. Er hangt iets speciaals omheen. Misschien komt u dat zelf tegen in uw dagelijks leven. Als je zegt van ik ben een houder van een seksshop. Dat mensen zeggen van nou, wat vindt u daar nou zelf van? En wat verwacht u voor de toekomst daarvan? Wat denkt u van? Ik verwacht dat het gewoon lekker doorgaat zo. Het is iets wat er 1000 jaar voor Christus was en nu nog en dat blijft altijd door. Alleen nou, de vorm die verandert iets. Hij zal ene keer zal meer interesse zijn in videobanden wat nu is. Straks krijg je de beeldplaat en diverse andere ontwikkelingen. Dan valt dat weer weg. De seksuele revolutie is nog niet afgelopen. Het blijft altijd bestaan. Oké, bedankt.